Mannen, we staan van je werk. Ja. Ben je er trots op? Heel erg trots. Absoluut. En als je de eentje moet aanwijzen die het allermooiste is gelukt, welke is dat dan? Ja, het blijft natuurlijk moeilijk. Ja. Maar de mooiste persoonlijk, dat is de notenkraker. Welke is dat? Deze? Nee, die. Dat is die. Die? Ja. Oh, echt? Waarom vind je deze het mooist? Omdat dat een zeldzaamheid in Nederland is. Dat is een hele zeldzame vogel. Ja. En waar heb je die gevangen? Vangen doen ze niet. Nee, we maken er een foto van. In beeld? Maar de locatie ga ik niet bekendmaken. Oh, dan gaat hij erop af. Hij zat niet helemaal in de buurt, laat ik het zo maar zeggen. Oké. Daar hopen we het op. Jij bent verreweg een van de jongste van het stel hier. Ja, klopt. Waarom natuurfotografie voor jou? Het is echt al van kleins af aan een passie voor mij. Je kunt gewoon de natuur in, je hebt gewoon rust. Je kunt je gewoon je hoofd leeg maken en dan tussendoor zie je gewoon zoveel mooie dingen. Overal waar je loopt, je ziet gewoon in elk iets zie je gewoon een foto. Dus je moet altijd de camera meenemen. Ja, ja, dat is het. Want dat is niet vanzelfsprekend. Jij ziet gewoon in alles een foto. Ja, als ik vaak mijn camera niet meer heb, dan baal ik gewoon echt. Want dan denk ik van, ja, ik moet een foto maken. Ja. Maar hoe lang heb je dat al dan? Ja, echt van kleins af aan, als ik me kan herinneren. Ja, ja? Al mijn camera's op pad. En natuurlijk nu ook gewoon steeds professioneler. We hebben duurdere camera's en dat soort dingen. Is dat wel, het is echt een passie wel. Nu heb je hier een expositie in de Peddemans boerderij in Vriezenveen. Maar heb je er ook jouw werk van gemaakt? Of wil je er ook je werk van maken? Ja, en niet zozeer met natuurfotografie eigenlijk. Maar dan meer, ik vind motocross ook heel gaaf. En ik wil me ook verdiepen in portret en voor bedrijven en de woningfotografie. Dus ik vind te veel dingen nog leuk. Wat brengt het jou? Wat geeft het jou, fotografie? Vooral de waardering eigenlijk. Goh, je hebt mooie foto's gemaakt of mensen zijn gewoon blij dat je de foto hebt van bijvoorbeeld een crosser of zoals hier zijn ze ook heel blij van goh, mooie foto's, dus ja, een stukje waardering. Jij hebt hier samen met een heel stel andere natuurfotografen een stukje waar je je foto's kwijt kan. Het zijn ook veel senioren. Als je dan om je heen kijkt, is de kwaliteit goed? Het is wel natuurlijk heel anders, dus vooral veel dieren. Ja. Totaal niet mijn ding, maar ik vind het wel echt heel mooi. Ja. Ik heb gewoon dat geduld er niet voor. Nee. dus het is echt een stuk voor stuk mooie foto's hier. Ja. Daar kun je zeker trots op zijn.